Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Tom Vogels. Ik ben fotograaf en ik vind het ook leuk om over fotografie spullen te praten. Nou, ben ik vandaag aan de slag gegaan met deze Benro Schommelkop. Dit is de nieuwe, de GH2N. Je had eerst de GH2 en dit is de N. En dit is de nieuwste versie. De verbeterde versie, een lichtere versie en hij kan ook meer hebben. En ik moet zeggen, hij heeft me erg positief verbaasd. Nou, en dan zie ik je denken bij een, een schommelkop, dat is toch eigenlijk alleen maar voor vogelfotografie? Nou, dat is dus zeker niet waar. Um, hij is ook fantastisch namelijk om in te zetten als sportfotografie. Of bij sportfotografie, denk aan als je op zaterdagmiddag bij je kind aan de lijn staat. Nou, kan je er fantastisch natuurlijk uh, daar de beelden mee schieten. Maar ook wildlife, op de Veluwe, de hertjes, natuurlijk vogels, maar denk ook aan vliegtuigen. Vliegtuigfotografie, dan wordt die vaak op een monopod, op één statief gezet. Daar kan je heel mooi mee pennen en tilten. Dat zijn natuurlijk de krachten, dat hij kan draaien horizontaal en verticaal, heel erg mooi. Maar dat, is, dat zijn allemaal stijlen van fotografie waar je een, ja, eigenlijk zo'n schommelkop heel erg goed voor kan gebruiken. Dat veel makkelijker dan ook is, dan bijvoorbeeld uh, uh, ja, iets waarbij je steeds handmatig moet gaan instellen of met een balhoofd moet gaan draaien. En dan komt deze veel beter uit. GH2N van Bendro die is lichtgewicht. Hij is echt niet heel erg zwaar. Uh, maar hij heeft wel een heel hoog draagvermogen. Er kan maar liefst 25 kilo op. Nou moet je je voorstellen dat je daar met lange lenzen van 300 mm, misschien wel 400, 500 mm, kan je er makkelijk op hebben staan. Hij is dus lichtgewicht, kan je hem ook makkelijk meenemen. Nou dat is ook wel fijn. Uh, en wat een, een voordeel is, is dat hij hier draaiknoppen heeft. Die zijn van aluminium. En die zijn heel erg groot en intuïtief ook te bedienen, die eigenlijk de weerstand bepalen van bijvoorbeeld het tilten of het pennen. Dus als je hem hier los draait, nou dan is dit ook heel erg los. Als je hem redelijk vastzet, dan kan je hem haast niet bewegen. Maar die draaiknoppen zijn zo groot, dat ze ook gewoon heel erg prima met handschoenen te bedienen zijn. Dus sta je ergens in, het win in de winter, uh, uh, zeg maar, te fotograferen, dan kan je hem ook gewoon prima bedienen. Verder zijn, is, zit er een, een ARCAS. O, oh, hey, daar zag je hem al hè. Er zit namelijk een beveiliging op. Er zit een snelkoppelingsplaatje van ARCASwis, maar hij valt er niet zomaar, zomaar uit. Uh, maar er zit een, een beveiligingssysteem uh, ja, eigenlijk aan beide kanten. Er zitten de pinnen aan de onderkant van de snelkoppelingsplaat, die ervoor zorgen dat je camera er nooit af kan vallen op het moment dat die gewoon erop is gemonteerd. Nou, de snelkoppelingsplaat die is meegeleverd, nogmaals, is dus van ArcaSwiss. Die kan je onder je lens monteren, eventueel ook onder je camera, maar dat zie je niet heel vaak op schommelkoppen. Dat zijn vaak met langere lenzen, dan heb je ook een soort van statiefgrondel onder je lens zitten. Daar wordt hij dan eventueel, als dat geen ArcaSwiss is, kan je hem daar dus op monteren. En verder is die, uh, zitten er veel gaten in het hele uh, ja, bodywork, zou ik zeggen, van de schommelkop. Dat is eigenlijk gemaakt, enerzijds voor stevigheid, maar anderzijds, natuurlijk ook echt om het gewicht te besparen. Maar het levert zeker niet, uh, niet in op de stevigheid, absoluut niet. Belangrijk als jij een, uh, een schommelkop gaat balanceren, is dat hij zowel ja, op de onderste as als, het waar, als, de, als op de zijas dat gestabiliseerd is. Dus er zijn ook uh, verschillende mogelijkheden om bijvoorbeeld de hoogte te verstellen. Nou ja, dat is natuurlijk fantastisch. Um, zodat je hem echt helemaal kan balanceren. Nogmaals, ben je van wildlife, vogels, vliegtuigen, sport. 100% goede aanvulling in je kit. En het uh, nou, past fantastisch op veel mooie statieven. Dus uh, zeker eens even het overwegen waard.